ik ben er. Kan ik al joinen of moet ik nog spectaten? Jij moet nog. Jij bent spectator nu. Baby. Ik heb ook geen idee waar Jannes is, to be honest. Mag ik? Oh. Ik ben nu Jannes aan het spectaten. Ja, mij kun je ook niet spectaten. Kan ik jou niet, toch? Nee. Ik heb ook geen. Waar ben je, Jannes? Ben je binnen, buiten, beneden, boven? Hij is in de office. Ik heb deze kamer echt lange tijd niet meer gezien en weet geen eens meer waar alles is. Voor mij was hier. Ja, hier is een deur. Ja, nummer 5, help. Wat ben je aan het doen? Als je met E kan je dingen oppakken, hè? En als je het op kan pakken, dan is het niet Andrea. Ik zie Jannes. Oeh. Waarschijnlijk zit hij dan buiten, ja, denk ik. Door de deur. Jannes, nee. Oké. Okay. Oké. Ja, ik was buiten. Oh, buiten? Ja. Ik dacht in de keuken misschien. Ik dacht dat je gewoon random alles kon schieten, maar dat was een andere. Nee, je hebt levens. Oh, kut. Ik moet. Oh, het is nu 2 tegen 1! Nee! Oh, dit is. Oh, jullie zijn gemeen. Waarom kan ik nog niet lopen? Ik kan letterlijk niet lopen. Nee, ik denk dat je mij makkelijk kan vinden. Waar zit je dan? Ik heb jou niet. Kan Jannes niet bewegen? Ik heb hem niet gezien hoor. Nou, ik zie wel tot ik Jannes tegenkom of zo. Waarschijnlijk ziet hij. Ik hoor wel dit. Ja, dat ben ik. Jawel. Ziet Jannes mij? Maar waarom kan ik niet bewegen? Jannes, zie jij mij? Druk op E op dingen. Als je op E drukt, dan kan je misschien. Ik hoor hem zelfs. Ja, precies. Ik kan gewoon niet bewegen. Dit is gewoon niet eerlijk. Dit is gewoon te makkelijk voor André. Die zag gewoon een of andere plant heel raar staan. Nee, ik zag één zag ik het rond draaien, de ander niet. Nu draaide bij die ander wel. Ah, Piet. Ga je dit spel echt zo spelen? Je weet. Ik denk dat Piet gaat winnen. Hey, maar waar blijft... Oh. Welke is dat? F3 toch? Ja. Tom. Ja. Wat? Piet, zo kun je... Kutplek. Zo kun je het zijn, Piet. Waarom ligt er zo'n ding in de fontein? Heb ik niet gedaan. Haalt die eruit of zo? Nee. Wil je even vuilig? Ben je boven of ben je beneden? Nice. Wat dan bijna, Andrea? Ik kan er niet uit. Ik zit vast. Ik kan er niet uit. Jawel. Ik kan er niet uit. Ik denk sowieso niet dat hij jou hier gaat vinden in die anderhalf minuut. Helemaal in zo'n hoekje. Waar de fuck zit jij? Je bent echt best dichtbij eigenlijk. Maar je kan er niet uit, je kan niet op de ene springen en dan daar overheen. Nee, je kan niet. En als ik hierop ga... Oh. Ik hoorde iets. En als je in het grotere ding verandert? Ja. Moet je het dood hebben ofzo? Als hij even niet kijkt, als hij even weer in het grote gedeelte is. Nu, snel! Ah, die 27 seconden al geef je wel. Waar de fuck zit jij? Je sprong over hem heen. He's behind you. Look behind. Jij klootzak, waar de fuck zit jij? Ik zat net onder je, ik zat de hele tijd je naam. Ik had in de fontein dat ik vast, als een flesje. Ik kon er niet uitspringen. Oh. Zijn wij nu met z'n tweeën hunters? Jop. Het is 2-1. Jop. Waar ben je? Ik ben in een... Oh. Sowieso dat er echt een klein blikje cola is ofzo, voor een hamburger. Op een of andere manier ken ik deze map. Ik ben even de keuken aan het schoonmaken. Jannes, ik heb een cadeautje voor je, waar ben je? Hij zit in het restaurant. Hoe weet jij dat? Waar ben je? Waar zit jij? Ik zit niet in het restaurant. Ik zit in de keuken. Hoe weet André dat ik dan in het dinges ben? Ik heb zo mijn connecties. Ja, je kan ook door half door muren en Jannes, kom terug. Ik wil eerst even alles hier in het restaurant hebben gecontroleerd. What the fuck, hier, ik heb een cadeautje voor je. Oh, dank je. Je moet eens een keer... Oké. Is wel nodig. Nee, ik ga beneden even checken. Hij vindt het leuk om daar te zitten. Ik heb nog nooit in mijn leven beneden gezeten. Maar, sure. Hier is toch die beamer, toch? Waar je altijd zit.
Beamer. Ja, beneden heb je een beamer, als je er overheen loopt, dan ontploft hij. Ja, dat vind jij leuk. Ja. Ja, precies. Kijk, ik zag één random banaan en ik had bijna een grenade opgegeven. Gelukkig niet, zeg maar. Oh, jammer. Oeh. Oeh. Misschien zit ik wel boven. Voor sommige dingen vragen. Kut! Ik zit vast! Ik zit vast! Oh, ik zit vast! Hoeveel health had je wel niet, jongen? Ik had flink veel. Waar? Ik had je geschoten met een fucking grenade. Waar was die? Kom dan, Andrea. Hi! Hi. How's everyone doing? Fine. Huh? Hey, een tv. Zijn vind je het hier een tv? Oh, nu niet meer. Oké, ik ga gewoon standaard. Oh, kut. Die duurt lang. Shit. Maar die tante was van me. Ja, ik dacht al, hey, die lantaarnpaal staat wel heel verdacht. Je liep echt 5 keer langs, Brett. Dus Ik hoor hem gewoon. Oh, hij loopt ook gewoon vol langs, hè? Je zou denken dat het zo obvious is. Ik vertrouw echt geen enkele stoel, eigenlijk. Oh, ik zit... Oh. Zit je niet in Jannes? Ik zit wel in Jannes. Oh. Ja, dit klinkt wel... Oké. Okay. Wat? Nee, niks. Nee, leg hem uit. Ik snap hem nog steeds niet. Nee, dat is ook bedoeld. Oké, Jannes, is de bedoeling dat je beweegt en geluid maakt, hè? Oké, okay, zeg wat je bent. Het is heel lastig om dat ook te vinden. Ben een banaan. Ja, maar hij heeft nu 1,5 minuut om banaan te zoeken en hij weet waarschijnlijk waar in deze map bananen liggen. Nee, maar hij gaat sowieso zoeken naar in de keuken. Want daar zit je ook natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hey, ik ben al deze ruimte gewoon niet uitgegaan, hè Andrea? Hoe kun je er nou 5 keer langslopen? 5 keer langslopen? Ik sta op 1 plek. Je bent een banaan en je zit... Hè? Je hebt nu gewoon de eerste beste banaan die je tegenkomt, gaat hem natuurlijk aan het team verschieten. Dat is gewoon neerjagen, gewoon. Je weet dat ik hem... Hè? Je hebt nog 45 seconden om banaan te vinden. Zeg de laatste 10 seconden waar je zit. Welke verdieping? Ik weet geen welke verdieping dit is. Weet je nog of je een trap op of af? Nee, hij is de kamer niet uit geweest. Oh, op die manier. Mag ik zeggen waar je zit? Ja, hij vindt me toch niet. Wacht, Hij zit in de kelder. Serieus? Ja. Yep. Kan ik ook in die schotels veranderen? Ik ben een pallet. Je hebt weer binnenlopen en viel gewoon. Dat is fucking hilarisch. Gewoon. Holy shit. Holy shit. Kan ik wat? Even pakken? Jannes, ik moet je iets laten zien. Ja, dat zei je moeder gisteravond ook. Hallo? Hoi. Hallo? Oh, ik kan natuurlijk gewoon en dan gewoon alles ommappen wat ik zie. Oh, kut, sorry. Oh. Wacht, hoorden mensen mijn tand? Ik kan ook weer van naar buiten. Jongen. Oh, ben je eindelijk buiten? Zit je buiten, Andrea? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Je hebt nog 3 minuten. Onder 1 minuut ga ik pas inschrijven, hoor. Waarom hoor ik iemand zo heel hysterisch lachen? Nee, Jannes, daar zit ik niet. Daar zit ik niet. Ja, natuurlijk. Nee, nee, ik zit niet in de vrachtwagen of de achter of zo. Andrea, zie je mij? Ik weet niet wie is. Er staan geen namen boven iemand, mensen hoofd. We zijn allebei buiten. Oh, nou, dan zie ik in ieder geval 1 van jullie. En ik neem aan het gedrag zo te zien dat het Jannes is. Hoezo? Ik zag het, jongen. Zag je mijn naam? Oh, hij is buiten voor het restaurant. Waar is hij nu?
Hoe de fuck zagen jullie mij niet? Hoe zagen jullie mij niet? Wat was die net? Oh. Hij zit er rond mee, volgens mij. Hè? Ik zag hem hier in de beweging. Waar is die? Waar de fuck is Pieter Paul heen? Waar is Pieter Paul heen? We missen iemand. Goh, Hallo? 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 Hoi? Hallo daar! Oh shit, je spant ook hier gewoon. Hi. Snel weg hier. Snel naar buiten. Ik ben span buiten hier, oetlul. Zeg, Pieter Paul. Hoi, heb je nu weer game geluid? Ja. Nice. Waarom moest je per se over op? Ja, mijn ding was aan het glitchen, fuck, en dan... Ja. Ja. Als wat was je? Een banaan. Laat ik het zo zeggen dat het niet soepel ging. Nee. Voor deze plek, though. Wacht, ga eens naar boven. Ik, hè? Nee. Oh, ik heb misschien een beetje je plek weggegeven, of niet? Misschien. Ik zit vast, shit. De vraag is, wat kan je wel? Oh, hij zit vast, dus dan kan ik jou wel gaan naar boven. Zit die beneden? Jij kleine vieze man met... Nee... Jee, ik ben er. Jee, ik ook. Ik vind het wel vast, though. Ik ook. Oh nee, niet meer. Oh, ik hoorde iets. Dat was ik niet. Dat was alles behalve ik. Sluit de deur. Ik heb geen idee waar iedereen is. Ik vind het eng. Oh, ik heb een RPG opgepakt. Oh, oh. Oeh, deze stoel is bewogen. Hij is een stoel. Ik herhaal, hij is een stoel. Je bent heel... Er staat hier een cola-automaat voor een ingang hier. Je bent echt heel close. Echt heel close. Pieter Paul of ik? Wie slaat een glas, man? Doe eens rustig aan. What the fuck? Oh, hij is hieronder. Misschien. Misschien ook niet. Hij is onder. Nee, hij is de plant. Achter je. Ik heb geen idee. I need context. Hoe was je niet doodgegaan door mijn rocket? Omdat misschien... Misschien ben ik wel buiten of zo. Hij is buiten. Ga naar buiten. Ah, dat geluid is zo hard. Waar zit jij? Je moet hier in de buurt zijn. Hij is buiten. Hij zit achter de keuken. Ga eens naar buiten. Ik heb gek feestje. Ga eerst naar beneden. En dan door de deur rechts. Achter je. Ja, daar doorheen. Naar links. Links. Dat is rechts. En nu weer naar links. Ja, daar bij de bus. Bij die truck. Hij is hier ergens. Oké, nu ga ik geen hints meer geven, want je bent nu heel close. Hij is er bovenop, hij is een lantaarnpaal. Nope. Hij is er binnen. Hij is een stoel. Hij gaat naar buiten, Linksaf, wacht hier. Hij is binnen. Hij is er boven. Hij is hier. Holy shit, dat was in dikke Jew. Oh nee. Nee, shit, ik ben ook hard, denk ik. Eén minuut. Oeh. En kijk uit met wat je schiet, want je hebt nog maar 10 health. 5 health. Ga eens terug. Ik ga het hier echt bijna. IJs. Ga eens naar boven. Nee. Ja, maar dan gaat hij weer naar beneden springen. Nee, hij is boven. Ga naar rechts die deur in. Achter. Ga erin. Hij is hier. Yo, zit jij te cheat of zo? Nee, achter de doos. Sowieso, ik hoor hem. Daar is hij. Pak hem, IJs. Nee. Bro. Nee, hij is hier niet meer. Hij is buiten. Yes! Ja, is al buiten, of niet? Ja! Holy shit. Dat heb je goed gedaan. Dat is zo hard, hè? Ik dacht, dat gaat een heel saai rondje hoor dan. Ik zat op een balkon, maar holy shit. Dat was wel mooi. Ja, dit was echt... Holy shit, je spant letterlijk daar. Hoe dan? Ja, ik span hier, want ik mag ook geboren worden.
Je spant letterlijk hier. Betekent dat jij ook beneden bent? Holy shit, er is wat hier over de tafel heen gegooid. Dat was ik niet, geloof ik. Iemand is wel beneden. Oh, doe zelf je mic. Doe even een lawaai maken. Laat maar. Laat lawaai. Nee. Jannes, doe je microfoon nu. Nu. Ja, top. Ja, Jannes, ik gooi je eruit, hoor. Dank je. Je hebt me gered. Pieterbal, ben je beneden of? Oeh, hallo. Hoi. I am the one and only. Het zou te makkelijk moeten zijn als je hier in de buurt was. Oh, Jannes. You fucked up. Oh. Shit! Ik zag alles. En toen deed de deur van ons goed open en toen langs liep. Ja! Ik deed hem niet per ongeluk open, ik wou gewoon steeds even iets open doen en dan hoop dat hij naar binnen kwam en dat hij gewoon niet zag dat ik naar buiten sneakte. Ja, ik ga natuurlijk kijken of iemand naar buiten komt, hè. Hey, nieuwe ASMR video. Ja, inderdaad, ASMR. Andrea, is een fucking pannenkoek. Op zich, ze zijn best lekker, dus je doet me basically lekker. Nee, met zo'n fucking lekker geile pannenkoek. Oké, daar verstond ik niks van. Dat is een beetje teleurstellend dan. Pieter Paul, wat voor ben je tand? Nog 40 seconden. Andrea, hoe zag je mij niet? Ik wil zeggen, hoe zie je hem niet? Je bent er langs gelopen, je bent er nog langs gelopen. Jannes, als je een keer normaal wil praten, dank je wel. Ga! Ik was zelfs een keer verplaatst en toen liep je alsnog langs me en je zag niet dat ik weg was en dat er iets... Fucking tand! Je schiet hem bijna letterlijk recht en je mist hem. Hey. Wat? Ik ben een plant, ga naar boven. Ben je boven? Ik ben boven hier. Good game.